Yo mensen van Dutch Gaming en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Tide of Fall aflevering. En vandaag doen we iets even heel wat anders dan Actrice en we doen vandaag Capture the Flag. Misschien als jullie het al hebben gezien voorbij de video, we hebben nu een thumbnail, ik heb een thumbnail gemaakt. En ja, die gaan dan gewoon op alle video's komen en dan staat er in de tekst van na Tide of Fall en wat we doen. En ja, Capture the Flag, weet ik veel nog wat. En nog wat andere bullshit. Voor het begin alvast, doe alvast een duimpje omhoog en abonneer jezelf alvast op Dutch Gaming, want er zijn behoorlijk wat leuke video's. En volg ons sowieso op Twitter en op Twitch. Daar doe ik bijna elke dag, probeer ik wel een livestream te doen. Van een paar uur. Soms meteen om 5 uur en dan neem ik even een pauze van iets van weet ik veel wat. En waarom is alles zo fucking donker? Zo donker, dat hoort niet. Ja, het zei het zo. Ik ben niet echt een aanvaller. Ik ben ook niet echt een verdediger. Ik ben gewoon net een middenpersoon. En zat de microfoon wel aan? Ja, die staat aan. Oké, mooi. Hoppakee. En dat dacht ik dus even niet. Huppakee. Homo. Kom hier. Ja, van mij. Terug naar de vlag. Dat zit er sowieso. Captain Defender Flag. Be advised, Titan ready in 30 seconds. Ik blijf hier gewoon zitten aan het muurtje. Ik zit hier wel lekker. Hup. Titan ready in 15 seconds. Catch a grenade for me. Nice moves. Hoho! Ik ga in mijn tijd gewoon die vlag verdedigen, wat dacht je daarvan? Dat is veel beter. Blijf je gewoon verdedigen wat er gedaan wordt. Zo bazen. Hallo, motherfucker. Huppakee. Blijf aan die vlag af. Ah, dammit. Fuck it, duck. Nou, ik ging wel lekker over verdedigen. Serieus, als niemand die fucking vlag pakken, dan komen we ook nooit. Nou, als we fucking stapelt die idioten gewoon. Gewoon een beetje derpen, wachten tot iemand de verkeerde vlag brengt. Dan kan ik zo slecht tegen als iemand niet de vlag gaat halen. Hup, lopen. Het is ook moeilijk om een vlag even te pakken en te saven. Blijkbaar wel. Drop
Kut, damn it. Pak hem. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Ik verdedig wel. Oh. Nee, wat een neuk is dat. Kom op mensen, we moeten die vlag hebben. Waarom pakken wij onze vlag nou gewoon hun vlag niet? Dat snap ik gewoon niet. Dat moet gewoon. Dus capture the flag, niet TDM. Titans ready, ja, dat weet ik. Je pakt de vlag, je rent terug en that's it. Hey, your Titan's good to go. Call it when ready. Okay, people, we're gonna switch sides. Get ready. Halftime. En niemand heeft die fucking vlag in zijn handen gehad. Dude. Dit. Switch sides. Ja, dit is echt zo'n potje waar je denkt dan. De kutpotjes dit echt te tegen. Go. Wow. Ja, ze hadden hem toch op, we hadden hem toch wel vaker dan hun. Ik hou niet van dat als mensen TDM gaan spelen. Ik speel ook zo'n beetje, lijkt ook op TDM, ja, dat geef ik ook eerlijk toe. Het is het ook een bijna. Hoppakee. Dat is 1. Dat is 2. Hup. First Titan. Weet je wat? Ik pak de vlag gewoon met de Titan. Kan dat? Even eruit. Nee. Enemy pilot.
Fuck jou! Ik ben met je gelul. Je balhoofd. Fucking cover me. Pak die vlag! Ja, we hebben een punt, de tering. En ik ben de eerste. Dit is ook de eerste keer dat ik het speel, dus. En we hebben nu een punt, dus we hebben sowieso al gewonnen. Nee. Oh, niet! Een beetje tyfus teamwork en dan komt het echt wel goed. Yep, okay. Nog iemand een probleem? Hup. Opzouten. We blijven af van die vlag. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ik blijf serieus bij die vlag gewoon niet hangen. We hebben sowieso al gewonnen, dus ik ga mijn punten tijd nu niet meer verspillen om een eentje te halen. Goddammit. Ze hebben de vlag! Jongens! Pak hem! Stop hem! Breng hem terug, breng hem terug, breng hem terug! Snel. Hé? Huh? Nee, boeien. We hebben het sowieso gewonnen.
Don't let them get away. Ja. We hebben het gewonnen, mensen. Abonneer je sowieso even op Dutch Gaming voor als je meer tijd ervals Capture the Flag wil zien. Zal ik er serieus wat meer gaan doen. Als jullie het leuk vinden, althans. Ik wil cut them off. Wat denk je dat ik aan het doen ben? Aan een lul aan het trekken? Kom op, mensen. Kom op. Huppakee, eruit maar dan. We hebben sowieso gewonnen. En ik sta bovenaan met 0-4 deaths, maar oké. Ik heb wel bewezen puntjes. En mensen, dat was voor deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond. En we zien je graag de volgende keer terug. Abonneer jezelf op Dutch Gaming. Volg ons op Twitter. En laat een comment in de reacties achter. Doe een duimpje omhoog. En volg ons ook op Twitch. En tot de volgende keer, mensen. Later.